Zijtig is een jongerenorganisatie. We hebben elk jaar een werkdag die we organiseren, waarop dat 10.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel een dagje gaan werken. En zij verdienen daarmee €40. En die opbrengst van die werkdag gaat naar een jongerenproject in het zuiden. Vandaag zijn er twee kandidaat-NGO's, twee NGO's die onze partner willen worden voor een jaar en dus de opbrengst van die werkdag willen binnenhalen. Vandaag is de bedoeling dat de jongeren heel kritisch naar die projecten, naar die voorstellen gaan luisteren, vragen stellen en uiteindelijk één van de twee kiezen. Er zijn twee organisaties. De ene is Broederlijk Delen en de andere 1111. Broederlijk Delen heeft een project in Palestina, een theaterproject eigenlijk, om jongeren door middel van theater trauma's te laten verwerken, op een andere manier te leren kijken naar conflict en ook ondernemerschap en een positief zelfbeeld te stimuleren. En het andere project van 1111 gaat over recht op voedsel. En ze hebben eigenlijk vier projecten samengenomen binnen die koepel van recht op voedsel. Het zijn vier projecten die elk op een andere manier over voedselzekerheid gaan. Ik ben nog niet helemaal zeker, ik ben nog even, maar denk dat mijn voorkeur naar 1111 gaat. En voorkeur gaat uit naar Broederlijk Delen? Ik denk toch wel op 1111. Ik weet het nog niet. Broederlijk Delen? 1111 actie. 1111. Broederlijk Delen? Het is nog moeilijk, moet nog beslissen.